hallo allemaal en ook vooral welkom alle nieuwe abonnees. Door het vorige filmpje op voor de winactie van Cynthia Masha Beauty Gloss en Miss Lip Gloss heb ik zeg maar echt super veel views gehad. Het filmpje is nu bijna 1500 keer bekeken. Terwijl andere filmpjes nog ineens 100 keer zijn bekeken. Oh, het ging zo snel. Ik had hem nog maar 3 uur erop staan. Ik zat al op 300 views. En ik vond het echt... vond het bijna eng worden. En hoe vaak ik werd bekeken. Ik werd echt een beetje verlegen van. En ook dat ik super veel reacties heb. Echt super lief allemaal. Echt alleen maar leuke reacties. Dus echt super bedankt. En ook allemaal nieuwe abonnees dus erbij. Dus ik zit nu bijna op 50 abonnees. Oh my god. Ik vind het bijna eng worden. Maar goed, wel super leuk. Dan doe ik het zeg maar niet voor niks. Maar ja, ik heb nu... ik dacht, ik maak even een filmpje. Ik heb heel veel dingen gekocht. En ik heb ook allemaal pakketjes besteld. Vooral heel veel make-up. Maar dat moet allemaal nog aankomen. Dus, en ik heb ook heel veel gekocht. Dus ik dacht, als ik dat allemaal in één filmpje moet laten zien, dat gaat never nooit lukken. Dus ik laat nu al wat zien voordat alles binnen is. Ik heb ook een paar films gekocht. Ik laat normaal altijd beauty en zo zien. Maar ik heb bedacht ook best wel ja, dat ook ik helemaal gek ben van muziek, lezen, films en zo. Dacht ik, ja, ik ga dat ook maar gewoon laten zien. Als jullie dat niet leuk vinden, dan hoor ik het graag. Ik heb Cloverfield gekocht. Mijn vriend vond ik deze al heel lang moest zien en zo. Hij is echt too much. Het is echt een beetje overdreven film. Ik word er heel naar van. Helemaal niet blij. Hij zit op zich wel goed in elkaar. Het is gaaf, want alles is zeg maar met vanuit één camera gefilmd. Alsof iemand de hele tijd film rondloopt met een filmcamera. Dat vind ik heel stoer. En dat je allerlei effecten ziet door het instorten van gebouwen. Wat er nou precies gebeurt in die film kan ik natuurlijk niet zeggen. Want als je dan gaat kijken dan... ja. Maar er gebeurt dus iets waardoor de hele stad eraan gaat. Dan de Da Vinci Code. Die wilde ik al heel graag zien. En die heb ik gisteren van mijn vriend gehad. Ik had er iets meer van verwacht. Ik ben super fan van Audrey Tautou. Ik weet niet hoe ik dat precies zeg, want het is Frans. Zij is echt super geweldig. Dat is mijn favoriete actrice. Ik vond de film wel oké. Ik vind het gaaf dat de dingen allemaal aan elkaar gelinkt zijn. Dat het ook nog waar kan zijn. Maar de film was mij te... Sommige dingen waren gewoon te langdradig. Dat het echt lang duurde voordat er weer een link kwam. En dat er weer iets gebeurde. En te weer te veel actie. Bla bla bla. Dus ik denk... Ik heb het boek nog niet gelezen. Shame on me. Ik denk dat die beter zal zijn. Dunja en Daisy. ik ben super gek op Dunja en Daisy. Ik weet niet of iedereen het kent, maar het is een serie van de VPRO, volgens mij. Kan niet anders, denk ik. Staat nergens. Nou, het is een serie. Was vroeger altijd op tv. Ik heb alle series ook op DVD. Het gaat over een heel erg Nederlands meisje en die bevriend raakt met een Marokkaans meisje. En zo zie je de twee werelden samenkomen. Vind ik super tof. Ook omdat Daisy is echt super Hollands. Met dat super geblondeerde haar en gouden kettingen. En de moeder is zo fout. Dus luister naar Dolly Parton. En Theo Maas zit erin. En Theo Maas is ook mijn held. Dit is dus de film. Vond ik wel wat minder dan een serie. Maar goed, dat is eigenlijk bij alles. Vond ik bij Sex in the City vond ik de film ook minder. Maar hij is het zeker waard. Er zit nog een prijsje op. Slaat natuurlijk nergens. Toen heb ik die veel twee films gekregen van mijn vriend. Dat was 3 voor 25 euro. Staat er ook nog op. En dus toen mocht ik 3 films uitkiezen. En toen had ik het dagboek van Anne Frank uitgekozen. Ik ben super geïnspireerd. Nee. Ja, ik vind Anne Frank een heel bijzonder meisje. Toen ik 10 was, had ik ook las ik al boeken van haar. Ik ben sowieso heel erg geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog. Ik heb daar heel veel films van.
Van de week heb ik voor het eerst ik zeg, ik weet niet hoe je dat zegt. Wat een rotnaam is dat? Schindler's List. Ik zeg het verkeerd, ik weet het, maar ik kan het niet. Ik weet hoe je het moet uitspreken, maar ik kan het niet. Schindler's List. Het duurt super lang en er zitten echt hele nare beelden in. En je weet dat het echt is gebeurd. Oh, damn. Maar het hele verhaal is echt waar. Dus allemaal Schindler's List kijken. Man. Want ja, super mooi. Ik hoop dat deze ook mooi is, maar hij is van de BBC. Sowieso goed. Dan heb ik nog boeken gekocht. Taal is zeg maar echt mijn ding. Ik had zoveel mensen hier enthousiast over gehoord. En ik vind het heel grappig hoe sommige mensen met taal omgaan. Zoals auto en zeven en... groter als ik dan hem, weet ik het allemaal, te grappig. En ja, hier staan allemaal dingen in. Bijvoorbeeld, je komt iemand tegen. Hoi, hoe gaat het? Ja, goed met jou? Ja, goed hoor. Weet je al, het interesseert mensen niet meer. En als je iets anders zegt, dan, ja, weet je niet. Het boeit mensen gewoon niet. Het is gewoon een standaard vraag. I hate it. Dan Holly's Inbox. En dit hele dikke boek staat alleen maar vol met... met e-mails. Ik heb echt heel veel boeken met die alleen maar uit briefjes bestaan. Of e-mails of chatboxen. En ik vind dat echt super leuk lezen. Je zal wel denken. Ik snap ook dat heel veel mensen dat stom vinden. Maar ik vind het echt super leuk. Alsof je stiekem in iemand zijn inbox zit. Vind ik heel gaaf. En toen gingen we over naar de beauty. Ja. Nou, ik moest mijn haar weer zwaar. Want ik heb uitgegroeid. En eigenlijk wil ik het blond. Zoals elke zomer. Maar... mensen, de kappers willen daar nooit aan beginnen. Die gaan altijd heel erg zeiken dat je haar dat niet kan en bla bla. Dus nou, sla ik maar een keer in zomer over. Dus ik ga het weer goudbruin verwerven. Ik heb twee pakken gekocht en twee was gratis. Dus dan normaal ben je zo 30 euro kwijt. Dus dat was wel even chill. En ik moet ook naar de kapper, want oh my god, al mijn haarpunten zijn gespleten en mijn lok is veel te lang. Ik wacht altijd zo lang voordat ik naar de kapper ga. Dat is mooi. En toen had ik nog al heel lang geleden, maar dat had ik nog niet aan jullie laten zien. Oeh, een Yes to Carrots. Oh, dit hoor ik ook nog in. Een mini setje. Met een douche gel, een moisturizing body lotion, hand- en elleboogcreme, lippenbalsem en body butter. En ik vind ze allemaal weer geweldig. Ik hou van dit merk. De geur is, ja, vind ik gewoon lekker. Ook heel erg fijn weer in de zomer. Nou heb ik mezelf beloofd dat ik voorlopig geen nieuwe body lotion en body butters ga kopen. Want ik heb echt zoveel. Dus toen heb ik maar een hand- en elleboogcreme gekocht. Want die had ik nog niet. En damn, dit is echt een grote tube. Maar weer die fijne geur. Ik vind het zo lekker. En toen ging ik... oh nee, deze had ik nog gekocht toen. Ik heb een nieuwe foundation van Rimmel London. Ik ben helemaal niet van de foundations. De enige foundation die ik heb gebruikt was die van Bourjois 10 Hour Sleep Effect. En die was zeg maar heel fijn, maar niet zo dekkend. En daarna heb ik nooit een foundation gehad. Alleen maar mousse foundations, maar die dekken niet zo heel goed. Wel normaal. En ik ben heel erg fan van minerale foundation, maar ik heb een hele droge huid. Dus het is best wel kansloos. Je ziet het echt op mijn huid liggen. Daar baal ik echt van, want ik vind dit soort dingen echt heel eng. Ik ben heel bang dat het hier overloopt of zo. Of dat ik niet de goede kleur heb. Of dat het te veel dekt. Of dat het mijn gezicht afglijdt terwijl ik zweet. Ik vind het zo eng. Ja. Maar goed, ik wil wel weer foundation gaan proberen. Dus ik heb gewoon, deze was in de aanbieding. En deze, ik heb hem vandaag voor het eerst op, want ik ben vandaag de hele dag thuis. Dan moet ik zeker een keer in het licht kijken of die goed de juiste kleur is en zo. Dus ik heb een test foundation dag.